Martin van Geel, vandaag is de kogel voor jou door de kerk gekomen. Jij gaat stoppen per 1 juli bij Feyenoord. Nou, tot voor enkele weken was je nog vrij strijdbaar in de media. Wat is er veranderd? Nou, dat het besef eigenlijk gekomen is steeds meer en meer dat het eigenlijk beter is. Met name ook voor de club Feyenoord om per 1 juli te stoppen. Het seizoen op een goede manier af te maken. Alle dossiers op een goede manier achter te laten. Mijn eventuele opvolger al te kunnen inwerken. Jaap Stam als nieuwe hoofdtrainer in ieder geval al wegwijs te maken en te faciliteren naar volgend seizoen. Kortom, mijn verantwoording te nemen voor Feyenoord zoals ik die 8 jaar lang heb gevoeld en 8 jaar lang heb genomen. Mede daarom heb ik eigenlijk ook de verantwoording naar Feyenoord toe besloten om per 1 juli te stoppen. Want ondanks dat ik nog steeds strijdbaar ben en ondanks dat ik het nog steeds geweldig naar mijn zin heb bij deze fantastische club, is het toch beter om te gaan, om het over te dragen aan. Uiteindelijk kan er nieuw elan komen, frisheid ontstaan bij Feyenoord met een nieuwe hoofdtrainer, met een nieuwe technisch directeur, om op die manier verder de toekomst in te gaan. Ik vond dat de laatste weken dat eigenlijk steeds meer onder druk kwam. Er kwam steeds meer de vraag hoe het met mij ging. Heel goed bedoeld vaak van mensen, maar dat leidt af. De energie die moet gaan naar de club, die moet niet naar mij gaan. En hoe goed bedoeld van mensen ook, is het beter om te gaan. Om duidelijkheid te creëren. Om dit seizoen nog heel goed af te maken. En dan de weg vrij te maken voor een opvolger die op de basis die wij met z'n allen hier gecreëerd hebben bij Feyenoord om daarop voor te beduren en door te gaan. Wanneer hakt hij precies de knoop door? Aantal dagen geleden. Je laat elke keer alles de revue passeren. Klankbordje met mensen die heel dicht bij je staan. Die mij overigens daar helemaal vrij in hebben gelaten om uiteindelijk die beslissing daarin te nemen. En een aantal dagen geleden was het voor mij wel duidelijk dat het onomkeerbaar was. Dat het door zou gaan. Neem dat je wel doorgaat, want ik ben een strijder, ik ben een vechter, ik ben een topsporter. En je gaat volgend seizoen in en het gaat weer even niet zoals iedereen hoopt en verwacht. Dan zou dat meteen weer invloed hebben op. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet naar de nieuwe hoofdtrainer, dat wil ik niet naar Feyenoord toe. Ik wil dat die fris, met nieuw elan, wat ik net al zeg, aan het nieuwe seizoen straks kunnen beginnen. Wie heb je dit het eerst verteld? Uiteraard Annette, mijn vrouw. Daar bespreek ik alles mee. En die heb ik dit het eerst verteld. En die vindt dat ook heel erg jammer, want zij weet wat Feyenoord voor mij betekent en wat dit werk voor mij betekent om met al die mensen elke dag maar weer tot rendement te komen, om proberen alles eruit te halen wat erin zit. Het is niet mijn werk, het is mijn leven. En ook deels haar leven, omdat we dat samen daarin beleven. En zij steunt mij daarin en wat ik ook zou hebben besloten. Het is wel overwogen gebeurd en ze weet dat het dan ook niet anders kon voor mij. En dan is die steun daar onvoorwaardelijk. Was het een emotioneel moment? Dat is het eigenlijk nog. Ja, het is nog emotioneel, omdat het veel met mij doet. Ik zeg al, het is niet mijn werk, het is mijn leven. En ik ben 8 jaar geleden in deze geweldige club gestapt. En toen stond deze club er heel anders voor. En gepast trots dat we dit hebben kunnen bewerkstelligen in een aantal jaren. Met heel veel mensen. Teamwork. Want ik ben een teamworker. En dan weet je dat je heel veel hoogtepunten hebt meegemaakt. Maar ook heel veel dieptepunten. Die je allemaal met elkaar beleeft. Dag in, dag uit. En dan zet je daar niet zomaar een streep onder. Dat doe je niet. Want je laat wel ongelooflijke fijne mensen laat je straks achter. Waar je fantastisch mee hebt samengewerkt. En wat ik al zeg, hoogte- en dieptepunten mee hebt beleefd. Dus dat is emotioneel. Daar ontkom je niet aan. We hebben allemaal het persbericht gelezen. En daaruit maak je op
van dat de vele kritiek eigenlijk ook een beslissing is geweest om te stoppen. Is dat de juiste samenvatting? De negativiteit was te groot. Ik kan met druk omgaan. Ik zit al heel wat jaartjes in het voetbal. Eerst als voetballer en later als technisch directeur. Dus ik kan met druk omgaan. En ik kan heel goed omgaan met wat mensen allemaal vinden en niet vinden. En oordelen en veroordelen. Dat kan ik plaatsen. Daar kan ik mee omgaan. Maar als de negativiteit te groot wordt naar mijn persoon. En daardoor ook naar Feyenoord toe, dan heeft dat zijn weerslag negatief op alles. Op stadionbezoek, op sfeer in een stadion, op seizoenkaarten verkopen, op sponsoring, op sales. Want voetbal is centraal en voetbal is leidend en voetbal is de grote trekker voor dat alles. Daar voel je je verantwoordelijk voor. En als dat te negatief benaderd wordt en elke beslissing die je neemt wordt vaak negatief uitgelegd. Ja, dan is dat niet goed voor met name Feyenoord, ook niet voor mij, maar met name voor Feyenoord. Dat. Maar dan krijg ik het gevoel dat je je beschadigd voelt door de media of anderen. Ach, in het voetbal is het zo dat de beschadiging van vandaag is het compliment van morgen. Dat heeft dus iemand tegen mij een aantal jaren gezegd en ik dacht, nee, dat klopt niet, maar het klopt wel. Kijk maar in de media, soms worden mensen behoorlijk negatief aangepakt en 3 weken daarna worden ze weer op een troon gezet. En dat gaat van hoog naar laag en in onze emotionele wereld is dat zo. Dus ik denk dat dat ook weer heel snel vergeten is, dat iedereen straks weer naar de feiten gaat zoals ze zijn en wat minder naar de emotie die er absoluut natuurlijk nu is, vaak. Ik denk dat dat heel erg meevalt. Nou ben je ook altijd zelf kritisch geweest. En als je dan om je heen gaat kijken binnen de club, voel je dan misschien in de steek gelaten door de selectie of door anderen? Nee, dat is het zeker niet. Ik weet dat hier iedereen elke dag er alles aan doet om tot het optimale resultaat te komen. Wij doen er hier met z'n allen alles aan. Giovanni met zijn staf. Met zijn spelersgroep, die werken elke dag keihard om tot het resultaat te komen. Wat er helaas dit jaar onvoldoende is. Hè. En die teleurstelling die is er niet alleen bij mij, die is er bij Giovanni, die is er bij de staf, die is er bij de spelers. We hadden er veel meer van verwacht van dit seizoen als dat er uiteindelijk is uitgekomen. We beginnen nog goed met het winnen van een Johan Cruijffschaal in Eindhoven. De wedstrijden tegen PSV die laten alleen al zien, die 3 tegen Ajax zo nu en dan zeker, waartoe deze selectie, deze groep spelers in staat is. Die kunnen in heel hoog niveau halen, maar dat hebben we door het seizoen gewoon onvoldoende gehaald. Met een dramatische uitschakeling Trendsin al vroeg in het jaar, wat een hele negatieve lading over het seizoen heeft gegeven. Maandenlang zijn we daar uiteindelijk mee geconfronteerd. Ja, halve finale KNVB-beker, acceptabel. Je gaat eruit tegen Ajax op een vervelende, ongelukkige manier. Dat kan in voetbal, maar in de competitie is het ook onvoldoende, te wisselvallig en halen we te weinig punten. Nou, die teleurstelling die is bij iedereen binnen Feyenoord daar, ondanks dat we daar echt alles aan doen. Maar dat neemt niet weg dat het op dat vlak niet goed genoeg is. Het is misschien een koe in zijn kont kijken, maar als je terugblikt, Erik Gudde, daar heb je heel lang mee samengewerkt. Die vertrok na de titel in 2017. Dat zag hij als de ultieme bekroning. Had je dat destijds misschien ook moeten doen? Persoonlijk, voor jezelf, is dat misschien het hoogtepunt. En weet je dat het met alle mogelijkheden die Feyenoord heeft, niet gemakkelijk is om dat te evenaren. Maar ik kijk nooit persoonlijk. Ik kijk echt in het belang van de club. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Ik hou altijd het belang van de club voor ogen. En heb ik het naar mijn zin? En kunnen we met elkaar nog tot het hoogst haalbare komen? Nou, en dat is voor mij eigenlijk maatgevend. En dan kijk ik veel minder naar mijn persoonlijk belang. Waar heb je spijt van? Ja, ik zeg altijd zo, je kunt spijt hebben van ondoordachte keuzes en ondoordachte beslissingen. Maar die heb ik nooit gemaakt. Ik ben iemand die heel erg goed nadenkt. Ik ben iemand die mensen erbij betrekt. Die heel wel overwogen tot beslissingen komt. En dat zijn altijd wel beslissingen die je vooraf neemt.
En dan later blijkt of die beslissingen wel of niet renderen en wel of niet volledig tot uitkomst komen. En dan kun je eigenlijk van beslissingen, vind ik, nooit spijt hebben, want in de toekomst kijken, dat kan niemand. En ik ook niet. Op het moment dat je een aantal beslissingen neemt, bijvoorbeeld door in de zomer van 2017 een heel aantal spelers te halen. Nou, daar werd ik bewierookt. Fantastisch heeft Van Geel Feyenoord door de transferperiode geloodst met hele goede spelers aangetrokken. Nou, en later kunnen mensen daar weer over oordelen dat sommigen dat volledig hebben waargemaakt en anderen wat minder. Maar daar kun je dus geen spijt van hebben van die beslissingen, want die heb ik nogmaals met elkaar, en ik ben er eindverantwoordelijk voor en die neem ik ook altijd, heb je genomen. Jan de Jong die zei vandaag ook tegen ons dat jouw criticasters misschien over een paar jaar pas doorhebben of inzien wat je betekend hebt voor Feyenoord. Als je zoiets hoort, wat denk je dan? Ja, dan denk je dat de interne waardering heel groot is bij Feyenoord. En dat heb ik altijd gevoeld. De mensen die met mij werken, 8 jaar lang. Dat was eerst Erik Gudde, Mark Hoevermans en verder die heel dicht bij mij staan. Joris van Bentum, Raymond Salomon als directie en management. Daarna is Jan de Jong Erik Gudde opgevolgd, 1,5 jaar geleden. Nou, een hele stabiele situatie. Nou, die mensen die dichtbij me staan, maar ook de technische staf, de medische staf, scouting, jeugdopleiding, mensen van de facilitaire staf. Ja, ik kan zeggen dat ik met iedereen fantastisch door één deur kan en dat het respect over en weer heel groot is. En zo'n uitspraak van Jan, dat doet mij wel wat. En dat geeft aan dat de mensen die dichtbij je staan, die zien hoe hard je werkt voor Feyenoord. En wat je ervoor doet en wat je uiteindelijk dan inbrengt in het gebeuren. Nou, dat die waardering daar altijd is geweest en nog steeds is. Ja, dat zegt mij eigenlijk heel erg veel. Dat is mooi dat hij dat zegt. Je werkt door tot de 1 juli. Je zou kunnen zeggen van ik stop hier direct. Maar je gaat door tot aan het einde van het seizoen en nog iets verder. Wat is jouw doelstelling in die korte periode? Ja, de doelstelling is om met Feyenoord derde te worden. Wij moeten derde worden. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Dat is een ding wat zeker is. Wij moeten ons echt bij elkaar pakken. En uiteindelijk die derde plaats veiligstellen. Waardoor je de voorronde Europa League gaat spelen. En dat Feyenoord volgend jaar de groepsfase Europa League gaat halen. Dat is heel erg belangrijk voor Feyenoord. Daar is iedereen hier erg van doordrongen. Dus dat is eigenlijk het doel. Voor de komende weken en maanden. En voor de rest is het seizoen wat ik op de achtergrond doe. Goed afronden, financieel goed afronden, de dossiers goed op orde brengen en goed overdragen. Zorgen nogmaals dat Jaap Stam met zijn staf volgend jaar gewoon in een gespreid bedje, zoals je dat kunt noemen, kan instappen. En dat alles ondersteund is. En dat is wat ik de komende weken blijf doen. De mensen daarin blijf ondersteunen, blijf faciliteren, blijf binden. Want ik weet hoe lastig het is in zo'n eindfase van een seizoen. Dit heb ik vaak genoeg meegemaakt, waardoor het moeilijk wordt. Waardoor de druk groot is, de negativiteit er nog altijd is. Omdat het een teleurstellend seizoen is. Ja, om dat al die mensen toch bij elkaar te houden en te binden. Om uiteindelijk toch dat resultaat te halen. Ja, wat moet gebeuren en wat heel belangrijk is. Een klassieke vraag, wat ga je missen? Ja, ik ga de club Feyenoord met al die geweldige mensen die hier werken missen. Ik reed elke dag en nog steeds met plezier naar deze club. Fantastische mensen, ik noem er net al een heel aantal, maar ik kan eigenlijk met iedereen heel goed door in deur. Altijd op basis van respect, maar altijd met het belang van Feyenoord voor ogen en daar ook iedereen op aanspreken. Hè. Dus niet alleen maar een koffie drinken en zoete broodjes bakken. Nee, eisen naar elkaar en naar mezelf, maar ook naar elkaar. Dus de lat op dat niveau hoog leggen. Nou, dat respect heb ik altijd gevoeld. Dat is bij alles en iedereen. En of het nou 1908 is of De Kuip of Varkenoord. En die warmte van die mensen, die betrokkenheid van die mensen, die samenwerking met die mensen. Dat ga ik natuurlijk enorm missen, want Feyenoord is een unieke club. Het legioen,
de supporters, wat het allemaal doet, Feyenoord, die geweldige club. De laatste wensen in unit 30 bij wedstrijden. Dat maakt deze club uniek, groot, emotioneel. En daar heb ik me altijd fantastisch in thuis gevoeld. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En ja, dat ga ik wel missen. Nou, het is gedurende het gesprek eigenlijk ook wel een beetje te sprake gekomen. Het hoogtepunt. Dat was waarschijnlijk de titel in 2017. Zijn er nog meer? Ja, de titel die staat bovenaan. Maar uiteindelijk het hele proces van 2011 vanaf dat moment is eigenlijk geweldig geweest. Eerst het financieel gezond maken van de club. Dan terug in de traditionele top 3. Dat was ook een gegeven. Dat is allemaal alweer lang geleden. Mensen zijn het natuurlijk al lang weer vergeten, maar dat was natuurlijk ook zo. De trots terugbrengen bij alle Feyenoorders en alle Feyenoord supporters. Die weer trots werden op die club na die tweede plaats in 2012 onder Ronald Koeman. Daar ging het lopen. Nou, uiteindelijk resulteert het dan ook nog in de prijzen, want daar gaat het om. Bij een club met het landskampioenschap natuurlijk ver bovenaan en al die mensen op de Coolsingel. Ik zal het nooit en nooit vergeten. Er zijn heel veel mensen geweest die hebben gedroomd om op de Coolsingel te staan. Nou, ik ben er een paar keer geweest met Feyenoord. En weliswaar niet voorop op het balkon, want daar hoor je niet. Maar wel enorm genietend op afstand. En de Coolsingel heb ik mogen ervaren en toen ik met mijn vrouw in 2011 in Rotterdam ging wonen en ik liep naar de Coolsingel, een wandelingetje 's avonds, toen zei ik, en daar gaan wij een keer staan. En toen was dat heel erg ver weg, maar we hebben er gestaan. En dat was een enorm hoogtepunt. Prijzen, twee KNVB-bekers, Johan Cruijffschalen, onderschat ze niet. Ze staan erbij in de rij. En dan het geweldige complex 1908 wat gerealiseerd is. Wat zich kan meten met de Europese top. Nieuw Varkenoord wat in de zomer verrijst. En wat ook een ongelooflijke faciliteit is. En waar we onze jeugdacademie verder kunnen uitbouwen. Ja, dat zijn eigenlijk een heel aantal hoogtepunten. Maar inderdaad alles in de schaduw van het landskampioenschap.